DVO E2 tegen UNO WLP E2. Dus we krijgen een Nederlandse tweewinnaar. En op veld 4 wordt gespeeld KAF F2 tegen BKF F2. Also beim F-turnier hebben we een Duitse gewinnaar. Even voor alle duidelijkheid, zometeen geeft ik weer het startsignaal. Alleen deze keer bepaalt ik niet wanneer de wedstrijd afgelopen is, maar dat bepaalt de scheidsrechter zelf. Dus even voor alle duidelijkheid, de scheidsrechter bepaalt in de finale wanneer de wedstrijd afgelopen is. Dus dat zou willen zijn, maar ik zou willen tijd trekken, de scheidsrechter zal daar rekening mee houden. En ik zie dat we nog afstanden zijn op veld 1, dus we moeten nog heel even afwachten voor dat we namens de heer. Ook in onze jongere Duitse vrienden in finale. Die nodig hebben vandaag, maar staat voor de scheidsrechter hebben. Patrick, laat de bal maar achter, we hebben een bal. Dank je. Dus, als het klaar is. Dan zou ik zeggen 3, 2, 1, starten maar en veel succes! Thank you.
Jongens en meisjes, dames en heren, even voor alle duidelijkheid, na afloop van deze wedstrijden vindt de prijsuitreiking in de kantine plaats. Dus als jullie klaar zijn en uitgejuicht zijn, of uitgetreurd zijn, direct naar de kantine gaan voor de prijsuitreiking. Kantine, also, dat is het juist in de kantine gegeven worden.